Frans, heb jij nog te vertellen? Allemaal juichen! Hey! Regenboogkleur. Jullie kennen waarschijnlijk de regels. 5 mensen tegelijkertijd op het veld. Je begint achter de waterbak. Je mag alleen getackled worden als je die kwal in je handen hebt. En als je op de grond valt met het ding in je handen, moet je hem loslaten. Nou, veel. En los, laat de kwal los. Ja, ga door. Degene die op de grond ligt, mag de kwal loslaten. En de Wolfokkers zijn in aanval. Ik weet niet hoe het zit met de zijlijn. Ref, hoe zit het met de zijlijn? Bal, kwal zit. Dus anders dan voetbal. En een mooie aanval. En dat is 1-0 voor hem in de Peerly. Mooi punt gedrukt. Gegooid, hoe zeg je dat? Kijk, kijk, de best. Mooie aanval, mooie poging. En een mooi gevecht weer, mooi gevecht. Kwal ligt nu niet op de grond. Als je 10 man zo bij weer dicht bij elkaar krijgt. En het gevecht op de bak, bij de bak. Die hem eigenlijk los moet laten. En wat gaat er gebeuren? Mooi gevecht loslaten, ja, dat is lastig op dit moment. En los, laat los. We zijn halverwege, 2 keer af en het is 3-0 voor Heer in de Peerly. En los, los. Er is nog één dame van de motherfuckers helemaal schoon. Dus die is of net ingevallen of ze speelde wat slimmer. Don't do it! Mooie schijnbeweging. Wel jammer dat ze de bal verliest. Deze willen van allemaal niet weten. Oh? Oh? Deze is het bijna. Oh? Oh? De eerste treffer, komt hij eraan? Het lijkt erop, Loslaten. Ja, lekker! En 5. Hoe lang nog tijd dan, Emmen? 30 seconden. Nog 30 seconden. Dus jullie, als je echt je best doet, kan het nog. 5 punten. 6 seconden per punt. Ja, we hebben al 3 gedaan. Nou, alle tweede teams klaar. Achter de bak staan. Achter de bak, ook gij, Brutus. Achter de bak. Tijd van nemen klaar. Zij zitten klaar. En de Cornelius gaan meteen in aanval. Koop loslaten. Ja, ja. En één dier is geen dier in aanval. Ligt op de grond, loslaten, ja, is uitstekend. Wat hij ziet!
de bal gaat hellen, of de kwal gaat hellen. 1 meter! Nog 2 minuten voor 3 punten. Het kan nog. 1 bier is geen bier. Het kan nog. Kijk, dat bedoel ik. We zijn er vlakbij. En gefloten door de scheidsrechter. Als de scheidsrechter fluit, stop je. Hij fluit hard genoeg. Ik weet niet, telde deze ref. Scheidsrechter. Telde deze. Hij telde wegens het niet maken van tempo. Dus het is 3-1. Nog 30 seconden. Ja, precies. Je ziet echt wie rugby is en die legt gewoon terug. Ja, precies. Die legt hard terug. Dus de volgende teams, als we niet klaarstaan, Pokémon moeder tegen de motherfuckers. Je ziet ook de rugby is op het moment dat ze al vallen, zit dat gewoon weg. Ja. Die andere die pakken met de bal en dan moet ze hem loslaten. En nog 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en afgelopen. 4-1 voor El Conios. Paul, ben je klaar voor? Fokkie Moller in het groen, voor mij rechts. En de moddervogel in de zwart, voor mij links. Voor de mensen aan de overkant is het net andersom. De moddervogel zijn in de aanval. Dat wil zeggen, daar lijkt het op. Maar Fokkie Modder verdedigt zich uitstekend. En los. Loslaten. Proberen we die gewoon los te laten. En het is 1-0 voor de motherfuckers. Fuck je mother. En los, op de grond ben je los van de bal. En het is 2-0. Mooi geprobeerd, maar goed gevangen. En ook deze is goed gevangen, goed verdedigd. En lang los. Loslaten. En 3-0. Het is inmiddels bijna 3 minuten voorbij. Elos! En Paul weer overgenomen. Modderfok is de hazen weer. En 4-0. Voor de rennen. Hatsje, kijk eens. Juist netjes, duur naar voren, duur naar voren. Vecht om dat ding, vecht om die kwal. En nog maar 2 minuten te gaan. Nog 2 minuten. Super. Er wordt die 2-2 geroepen, maar het is 5-0. Maar wat speelt het? Steeds loslaten. Steve, die bal spelen. Loslaten als je op de grond ligt.
is en namelijk voor die tijd, Steve. En daar ga je, jongens. Nee, daar ga je niet. Overgenomen de bal. Nog 15 seconden. Loslaat als je op de grond ligt. Tessa, loslaten. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3,5, 2, 0. En afgelopen, 6-0. Titelverdediger hier tegenoverstellen. Twan Nijssen staat klaar. De lat ligt steeds hoger. Maar zijn techniek gaat vooruit. Gaat een klein beetje naar links afzwaaien. Klein beetje naar links afzwaaien. En 12,5 meter, hè?